Als hij er doorheen gaat, dan komt hij dus met een sensor. Dat hij hier op een ledschermpje staat van je bent groot. En dan kan hij dus niet onderdoor, dus dan rijden we om naar rechts. Maar wij moeten nog hiervoor een idee bedenken, want dit gaat moeilijk zijn. Met zoveel ponden, ja. Want hier kan van elke kant nog een vrachtwagen komen. Kan je uitleggen wat precies het probleem is? Nou, het probleem is dat de vrachtwagen steeds onder de viaducten vast komt te zitten, doordat de viaduct net niet groot genoeg is voor de vrachtwagens om er doorheen te komen. Dus daar moeten wij een oplossing voor bedenken. Nou, ons idee is uiteindelijk gebruik te maken van een sensor en een beeld. De sensor neemt er uiteindelijk op dat of de vrachtwagen te groot is. Dat geeft hij aan bij de beeld. Dan geeft hij bijvoorbeeld een kruisje aan. En dan moet de vrachtwagenchauffeur een omleiding nemen. En dat gaan wij dan aangeven met bepaalde borden. Wij weten nog niet echt hoe de borden eruit gaan zien, maar we hebben wel een idee hoe de richting zou kunnen zijn en hoe de borden eruit zouden kunnen zien. Voordat wij uiteindelijk ons idee dat wij nu hebben, hadden wij vele andere ideeën bedacht. Zoals een omleiding zelf en dan niks anders. Of de laagte of de wegen te verlagen. Maar wij hoorden uiteindelijk dat dat niet mogelijk zou zijn, omdat bij gedeeltes van de wegen zijn er leidingen. Dus dat zou niet kunnen. Dus zijn we uiteindelijk met onze huidige idee oplossing gekomen.